De algemene ledenvergadering van de VNG heeft via een digitale stemming de norm voor opdrachtgeverschap aangenomen. Ja, ik ben ontzettend blij dat het ons gelukt is als gemeentes om de norm voor opdrachtgeverschap vast te stellen. Niet alleen omdat die norm heel goed is, maar ook omdat het laat zien dat we verantwoordelijkheid nemen. Dat we verder kijken dan wat er alleen in onze eigen gemeente gebeurt. Maar dat we echt verantwoordelijkheid dragen voor het stelsel. En dat is gewoon heel erg mooi om te zien. En nu gaan we dat ook omzetten in concrete daden. Wat is die norm voor opdrachtgeverschap precies? De norm voor opdrachtgeverschap laat eigenlijk zien dat we als gemeentes in onze eigen regio's, aan de hand van een regiovisie, kijken hoe gaan we de zorg nou organiseren. Dat doen we vanuit lokale autonomie, dat doen we vanuit onze eigen kracht. Maar dat doen we ook omdat we beseffen dat lang niet alles in iedere eigen gemeente georganiseerd kan worden. En dat betekent dat we moeten samenwerken, maar dan doen we het wel op de manier die we zelf voor ons zien, zo licht als kan en zo effectief als mogelijk. We gaan er hard mee aan de slag. In juni van 2021 moet dat echt staan. En dat betekent dat we ook een grote verantwoordelijkheid hebben om nu te laten zien dat die norm voor opdrachtgeverschap ook echt gaat werken. Helder. Waarom is dit belangrijk voor gemeenten? De norm is ontzettend belangrijk voor gemeentes omdat het laat zien dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het totale zorgstelsel wat gemeentelijk is. Dus dat is een groter belang dan het goed inrichten van de zorg in je eigen gemeente. Het gaat ook over samenwerken, het gaat ook over in de regio goede afspraken maken. En dat doen we uiteindelijk zodat het in iedere individuele gemeente zo goed mogelijk draait. En ook omdat we vinden dat we dit zelf kunnen. Wij hebben hier geen wet voor nodig, we hebben hier geen andere partijen voor nodig die zeggen hoe wij moeten samenwerken. Samenwerken kunnen we zelf. Uiteindelijk is het zo dat die zorg best complex is en dat elke gemeente, hoe groot ook, het nodig heeft dat hele specialistische vormen van zorg, de jeugd, de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dat we dat samen doen, zodat we een effectief zorgstelsel maken, maar ook een betaalbaar zorgstelsel maken. Nou, en dat doen we vanuit eigen kracht, dat doen we vanuit lokale autonomie, dat doen we vanuit samenwerking, maar wel samenwerking zoals we het als gemeentes zien en niet zoals anderen het graag zouden zien. Er zijn natuurlijk heel veel debatten over het stelsel en wij vinden eigenlijk dat wij ervan zijn. Gemeentes kunnen echt dat stelsel dragen. En natuurlijk gaat dat soms over gemeentegrenzen heen. Dat weten we, dat erkennen we en daar gaan we zelf mee aan de slag. De gemeenten gaan nu aan de slag met die norm voor opdrachtgeverschap. Hoe gaat de VNG daarbij helpen? Het is een behoorlijke klus. We gaan in een jaar aan de slag met deze norm. Daarom is er ook een ondersteuningsteam vanuit Zorg voor de Jeugd. En die kunnen gemeentes helpen, regio's helpen bij het puzzelen van hoe zit die zorg nou in elkaar? Hoe doe je die samenwerking? En ook hoe voer je het gesprek met de aanbieders? Want het is weliswaar een norm voor opdrachtgeverschap die we onszelf nu hebben opgelegd. Maar het vraagt ook wat van opdrachtnemers. Het is echt iets wat we samen doen en niet alleen tussen gemeentes onderling, maar ook met de branches. Wij hebben een clubje gevormd van oud-wethouders die bereid zijn om gemeentes te helpen. Dus die is beschikbaar. Maar we gaan natuurlijk ook gewoon zelf het gesprek aan met elkaar. Dat doen we in de VNG-commissie. Maar daar kan helaas niet iedereen in zitten. Dus we gaan het ook op andere manieren doen. Daar zal meer informatie over volgen. Maar in ieder geval gaan we ook in de BJ42, waar alle jeugdzorgregio's vertegenwoordigd zijn, dit gesprek voeren. We hebben de G40 natuurlijk, allerlei netwerken, maar ook de plattelandsgemeentes. We gaan het komend jaar echt met elkaar een flinke klus klaren. En om dat nou goed van start te laten gaan, komt de VNG met een routekaart. Zodat iedereen goed aan de startstreep gaat verschijnen. We gaan aan de slag. Ik wens al mijn collega's daar heel erg veel succes mee. Ik ben ervan overtuigd, dit gaat ons lukken. En we gaan gewoon laten zien dat de verantwoordelijkheid voor het zorgstelsel op de goede plaats is bij gemeentes. En dat het ook gaat over vraagstukken die de eigen gemeentegrenzen te buiten gaan. We gaan dit samen doen. Ik kijk er naar uit en ik wens iedereen heel veel succes.